Nou, feestjes okay, afgelopen. Nu komt het, hè? Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag. Ze komen hier namelijk schilderen, slash behangen, slash fixen. Want het tv-meubel is verkeerd opgehangen. Die zou in het midden van ons tv-meubel... TV-beugel zou in het midden van ons tv-meubel hangen. En dat wordt nou gefixt. Dus... dat is chill. Maar ik ben iets te laat geslapen, dus ik moet nog een beetje wakker worden. En ik ga ondertussen denk ik heel veel aan het werk. En misschien ook nog steeds wat opruimen van het feestje. Vanmiddag gaan we naar Assen toe. Ik zei gisteren in de vlog van dat ik nog niet zeker wist of ik meeging. Omdat ik niet zoveel kan doen. Dat ik geen zware handelingen mag verrichten nog. In verband met dat ik ben geopereerd. Maar ik word bij Irma afgezet, bij mijn schoonmoeder. En dan ga ik daar gewoon lekker chillen. En dan... zien we geloof ik de rest van de groep 's avonds en eten we allemaal samen. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. Want Irma heeft namelijk een ongeluk gehad. Dus die heeft een dagje in het ziekenhuis gelegen. Dat is echt allemaal best wel triest. Beginnende klaplong en gekneusde ribben en zo. Dus die kan ook niks doen. Dus vandaar dat ik bij Irma wordt afgezet. Dus dat is een beetje van waar wij dus vanmiddag samen zijn. En zij vond het wel heel erg leuk. Want zij is ook de hele dag gewoon maar alleen. En dan gaan we elkaar maar afmaken. Nou, de televisie is in hoeverre het kan gefixt. Helaas blijf je dit dus wel zien. Dat is het nadeel van als je dingen moet fixen, zeg maar. Maar ja, mooier als dit kan het niet. Die banen zijn net te kort. Dus ik ben in ieder geval blij dat je niks meer ziet van die geboorde gaten. En nu gaan we naar Assen toe. Ik ben al helemaal klaar. Ik heb een knotje. Ik heb pink plate op mijn lippen. Oh, die moet ik trouwens nog wel even pakken. Jas is van Zara. Dit vestje is van Pieces. Shirtje is van H&M. Broek, geen idee. En mijn schoenen zijn van Sorensa. En dat is mijn outfit voor vandaag. Ik ga mijn spullen pakken. En dan gaan we naar Assen toe. Want het is inmiddels al 1:30. En het is nog 1,5 uur rijden. Dus voordat we er zijn is het alweer 3 uur, 3:30. Dus we moeten echt een beetje opschieten. Yes. Top. Wij zijn onderweg. Al even zelfs. En we zijn er al bijna. Of 10 minuutjes zijn we daar. Ja. Het is echt rot weer. Gewoon. En Milan die kwam eigenlijk, we gingen dus naar Assen om Open Omen te helpen met verhuizen. Maar Milan werd net gebeld en deed dat ze waarschijnlijk al klaar zijn. Maar ja, wij konden niet eerder weg, omdat die man natuurlijk bij ons aan het werk was met de tafel. Of met de tafel, met de tv-meubel en de televisie. Zo, het regent hard. Ja, het wordt heel donker. Zo donker heb ik dan niet gehad hier. Nee, deze rit bedoel je, ja. Ja. Nee, dat klopt. Echt smerig rot weer. Dus dan wordt niet lekker buiten zitten op dat terras met een zwembadje Pip. Pip ligt lekker te slapen. Welkom bij de zomer. Welkom in de zomer van Holland. Kijk, de Titi. Standbeeld. Oh, dit is Titi circuit. Nee, standbeeld. Oh, maar is hier dan ook niet alles gaande? Daar nee, is toch... Dat is al voorbij. Schat. Oh, daar is alweer voorbij. Wow, het gaat steeds harder rekenen, joh. Maar goed, we komen vast wel veilig aan. Anders moet je gewoon wat rustiger rijden.
wordt wel echt steeds donkerder. En sommige auto's hoe je het gefuckt kan proberen, dus die rijden alsnog pakken 130. Wow. Ja, dat is wat ik bedoelde. Milan had een hele kleine plas nou net en toen voelde die een klap. En ik had toen op de snelweg zo'n diepe plas. Yeah. En toen klapte ik echt naar voren. Dus nou kun je je voorstellen dat dat, hoe dat dan voelt een beetje. Ja, dan heb je geen controle meer over je auto. Een tijdje terug. Maar ja, goed verhaal, lekker kort. Doen we niks mee. Mooi. Nou, we zijn inmiddels toch bij oma gearriveerd die er vandoor gaat met de tas. Want ze zijn al helemaal klaar. Wij waren al zo laat. Omdat wij niet eerder weg konden thuis. En we zijn nu in een nieuw huisje. Super grappig. Ik denk dat hierna iedereen helemaal klaar is met verhuizen. Mijn hele vloer die is eruit gehaald. En donderdag gaan ze officieel over. En vrijdag wonen ze hier dan. Dus dat is hartstikke fijn. Het is echt een oma huisje. Met al deze gordijntjes en zo. Het is echt een beetje bejaard. Maar heel erg leuk. En een hartstikke grote keuken. Dat je bijna denkt, hoe moet je allemaal met al die ruimte? En heel veel, gewoon echt, het is een heel groot appartement. Maar het is gewoon, Je zegt wel, heel leuk. Je zegt wel bejaard, zeg jij. Maar ze gaan natuurlijk wel anders inrichten. Ja, ja, ja. Met moderne spullen. Ja, maar de muren en de gordijntjes en zo. Ja. Dat is echt een beetje... Dat klopt, ja. Het is, ik zeg niet dat het niet modern is, maar ik zeg gewoon meer dat het... Echt iets voor oudere mensen is. Mm, ja, zeker. Die kunnen ook modern zijn. Hartstikke leuk. En vanuit oma weer in de auto. En dan gaan we weer richting Irma en Gert. En daar gaan we eten. Daar is Pip nu ook. We zitten langer in de auto dan dat we iets doen, hè? Maar echt. We zitten heel wat uurtjes in de auto vandaag. Maar het is een mooi appartementje. En zo'n D zijn er ook. Nu gaan we naar mama. Oh, mijn familie. De schaapjes. Ah, oh, dat is zo lief. Jongens, eentje zegt dee. Moet je straks maar horen. Zegt dee. Kom maar. Dat is die daar. Kom maar. Doe maar. Dee. Oh, ik wil ze aaien. Ik ga erheen. Dee. Staat daar shit op? Oh ja. Ga je daarheen? Ga je dat doen? Gloot hier. Hier, kom maar. Kom maar. Dee. Die schapen kijk je altijd zo down niet aan. Ik hou echt van beesten die dom kijken. God, ze willen gewoon niet komen. Kom eens. Nee. Die zou ook nee. Dit is prachtig, jongens. Zijn mijn vrienden. Prachtig. Nou, maak even geluid. Woe! Laat je horen allemaal. Nou, het feestje is afgelopen. Okay, dan komt het, hè. Meh. Jij bent erbij met epilepsie. Ik ben een geitje. Doe niks meer. Milan zit hier te wachten. Die denkt, is dat mijn vage ouwe hoor. Nou, we zien jullie bij mama. Ik was aan het snapchatten hoe jij zo... Dat. Nou goed, we gaan nu, nu wel echt verder rijden. Grappig. Oh, grapski. Let's go. Hier, het eten borrelt al. Irma is aan het koken. En pasta. Pasta di mamma. Pasta di mamma. Wat ga je doen? Oh, checken. Bijna? Nog niet helemaal. Maar dat voel je toch ook? Ik roer er altijd doorheen en dan voelen ze op een gegeven moment zacht. Ik voel altijd. Oh, ja, dat is wel een goed excuus om altijd even nog even iets eerder te eten. Nou, een heleboel zit hier. Oh, doe maar gewoon light. Alsjeblieft. Een heleboel zit hier vol. Ook benomen Milan en Dee. En Pip! En het eten is klaar. We eten ja, pasta met salami. Oh ja, jij zit hier op Pip. Ja, ah, ze bijt gewoon mijn vinger. En ze liet al bijna zijn hele bord vallen. Is die lekker, Pip? Dat is maar goed ook, want ik heb wit aan. Oh, kijk hier. Ja, ik zag het al. Jongen. Besmet. Net zo. Het wordt helemaal vies. Nom, nom, nom. Dan neem ik deze gewoon mee. Opties. Ja. En dan krijg je haast uit de computer. En zo voet dus rock de hele tijd. Zo kan ik de bestanden weer afhalen. Want dan heb ik geen beeld van dit. Nou, arme jongen, hij is moe. We hebben lekker gegeten en DNX en de hele tijd van die gekke Snapchat filters aan doen. Stom. Mijn batterij van mijn telefoon is alweer bijna leeg. We moeten nog anderhalf uur naar huis. Ik vind het bizar. DNN, ze wonen in het midden van Nederland en wij wonen echt in het zuiden. En toch is het even lang rijden naar Assen. Dat is toch gek? Jullie rijden gewoon harder. Nee.
Nee, maar het ligt heel erg aan de snelweg natuurlijk. Want als je heel snel op de snelweg zit, maakt het niet heel veel uit. Ja, ik vind dat wel toch bizar. Altijd 1,5 uur, terwijl jullie echt nog een uur van ons vandaan wonen. Voor ons is het volgens mij 160 kilometer. Ik heb geen idee hoeveel kilometer het is, eigenlijk. Maar ja, ik moet eerst maar eens kijken of dit wakker wordt. Nope, ik denk het niet. Oh, hij ligt er echt op de achtergrond, zie je. Hij is zo'n lijk. Hi. En zo. Oh nee, zielig, laat hem. Nee, van huis. Dat is altijd wel het nadeel van een assen zijn. Dat als je nu weg gaat, ben je eigenlijk pas over 2 jaar thuis. Nee, je kunt niet, ook niet even. Voor mij zit hij zelfs vast in. Ja. En ik heb ook wel gekeken. Ik deed toch ook voor het eerst dit. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ik wist oprecht niet dat er kon. Het is een inwendige tas. Nou goed, goed verhaal. Dag, toen ben ik. Wat ben je aan het doen? Ik ben mijn oplader nu aan het verneuken met Pip. Kijk maar. Pip is aan het bijten op die oplader. Een beetje hoe lekker. En zo is inmiddels ook weer ontwaakt. We hebben net gevlogd. Nooit, zou ik nooit doen, dat weet je. Oh. Oh, en hij heeft een scheut gelaten. Nou snap ik wat hij bedoelt. En zo zat hij, hè. En zo heb je een scheut gelaten. Zo'n baak in het territorium. Als een baas. Kijk, honden plassen en dat wordt hun territorium, maar ik laat gewoon scheten. Niemand wil maar bij jou in de buurt zijn. Ik kan hier niet heel erg lang naast zitten. Ik wil wel even deze geurstokjes in mijn gedachten opslaan. Het is Spring Garden. Ik wil ze hebben. Echt heel erg lekker. Ik hou ervan. Goed, wij gaan geloof ik zo weer naar huis. Want nog langer terugreizen en zo. Wat ben je aan het doen op de kussen? Stouterik. Je bent zelf een stouterik. Je bent zelf... Nee, ik ben niet stout. Nee, niet. Ik ben kei lief. Ik ben veel grote trui. Ja. Ik lekker. Cute. Lekker trui. Is die al te koop, die trui? Ja, nee. Ja. Oh, nou, dan heb je pech. Succes. Leuk. Nee, maar goed, wij gaan zo naar huis. Het was super gezellig. Het is inmiddels al kwart voor 8. Dus, slaapje doen. Jill moet slaapje doen. Als we thuis zijn, dan kunnen we wel ongeveer bijna naar bed. Ja, lekker douchen naar bed. Oh, thanks. Oeh. Oh, ik vind een Engelsman aan mijn gezicht zitten. Er komt weer die neus. Ik ben de hele tijd bang. Oh, schatje, dit is echt erg. Is hij nog meer? Die anus dicht. Ja, ik heb er nog één gelaten, maar laat me lekker. Laat me lekker? Wij gaan dood hier. En zo? Ruik je dat? Wat een rotzak ben jij. Het is echt vreselijk. Mag ik met jullie mee naar huis? Nee. Milan, je houdt van mij. Stiekem. Die komt binnen, geeft die jongen. Oh, we gaan poepen. Moet je nog even poepen? Jezus, je weet wel in welke zit in familie, familie het zit. Hoor. Zo. Doe eens normaal. Gelukkig hebben we elkaar nog. Wow, wow, goed licht. Kijk, we sluiten samen de vlog af aan wij. Ja, van. En ze loopt alleen maar scheten te laten. Het is echt vreselijk. Ja, en was. Je bent zo lief. Pip wil mij niet. Pip duwt me steeds weg. Pip heeft nergens meer zin in. Ik ben echt niet lief. Als ik aan het eten ben. Ja! Mag ik ook? Kusje. Ik smaak in mijn mond. En dat vond ze niet fijn. Nope. Ik hoop niet dat je nou, van die buien. Ja, ik moet wachten op Milan, want hij heeft zijn auto zo strak op die van Enzo geparkeerd. Dat we niet erin kunnen. Enzo kan er niet in en ik kan er niet in. Bij Pip Willis? Ja, als ze in spelen. Maar ja, maar ik bedoel echt omdat ze je kut vindt. Nee, nee. No. Niet, nog niet nou, meegemaakt. Dan kan ik bij even kloten. Oh, ja. Oh nee, ze niest in mijn hoofd. Ze niest in je hoofd nog wel. Oh, nee, er komen echt allemaal speeksel uit. Maar goed, wij gaan weer naar huis. Ja, Pip, Pip, nee, dat doet ze niet. Pip, Pip, Pip. Dus, thuis nog wel even douchen en dan lekker op de laptop en dan lekker chillend. In het. Bye. Doei. Ik lig in bed en alle lichten zijn uit. Ik heb alleen nog het licht van mijn laptop nu. Ik kan me nog best wel goed zien. Maar goed, wij zijn inmiddels al even thuis. En ik ben eigenlijk direct gaan douchen en ik lig nu lekker in bed. Ja, het was een gezellige dag. Daar word ik heel blij van. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer.
Doei doei. Dat snap ik nooit zo goed, hè. Ik weet, kunst is heel persoonlijk. Maar waarom in godsnaam zou je een huilend kind op een schilderij mooi vinden? Dat was vroeger heel erg. En in de jaren 60, 70 had iedereen wel een huilend kind aan de muur. Waarom? Er is toch helemaal niks moois? Ja.